Goedendag. Ik start deze 30-daagse met een mooie foto van een lammetje in de wei. Echt wel een lenteachtig weerbeeld. En als ik onder andere naar werk ga rijden, zie ik toch ook al veel bloesem aan de bomen. We hebben natuurlijk te maken gehad met erg zacht weer, ook erg nat weer. En daardoor is de natuur echt wel al snel aan het ontluiken. Maar goed, of we dat natte weerbeeld ook achter ons gaan laten in de komende weken, daar ga ik in deze 30-daagse verder op in. Daarvoor pak ik eerst even het Amerikaanse GFS-weermodel erbij. Daar zien we toch wel dat laagdruk voorlopig blijft domineren. Als ik de animatie aanzet, zien we dat in de eerste week van april... regelmatig laagdrukgebieden koers zetten richting het westen van Europa... en ook dus richting onze omgeving... met de daarbij behorende storingen en regenzones die overtrekken. We hebben wel te maken met de zuidwestelijke stroming... waarmee dus wel zachte lucht wordt aangevoerd. Vaak temperaturen boven de 15 graden... Anders is dat in delen van Schotland en delen van Scandinavië. Daar zagen we even die paarse kleuren. Daar stroomt toch nog even wat koudere lucht over en in combinatie met neerslag levert dat her en der dus nog wel wat sneeuw op. Bij ons dat is absoluut nog niet het geval. Wij hebben dus te maken met die zuidwestelijke stroming waarmee de zachte lucht wordt aangevoerd. Af en toe liggen de isobaren ook dicht bij elkaar, dus dat zou mogelijk ook nog soms veel wind kunnen opleveren. Van een stabiel weertype is in die eerste week van april dus ook nog geen sprake. Dat zien we ook goed terug op de luchtdrukafwijking in de week van 1 tot en met 8 april. Afwijkingen in de min, meer lage druk dan gemiddeld. In het zuiden van Europa, daar is meer hoge druk dan gemiddeld. En de temperaturen, ja die zijn daar dan ook vrij hoog. Maar eerst nog even de neerslagkansen. Die zijn in onze omgeving dus vrij hoog. Met die westelijke stroming worden die lage drukgebieden aangevoerd met de storingen. En daarbij valt er 10 tot 30 mm meer regen dan gemiddeld in West-Europa. Iets droger dan gemiddeld is het aan de zuidelijke Costa's. En daar ligt de temperatuur ook boven normaal met temperaturen daar boven de 20 graden. Nou, daar hoeven wij nog geen rekening mee te houden. Misschien een enkele dag, maar we hebben wel te maken met erg zacht weer. Temperaturen van 1 tot 3 graden boven gemiddeld. Vaak rond 15 of 16 graden. En ook de nachten zijn vaak zacht. Doordat we te maken hebben met die zuidwestelijke stroming is er vaak ook veel bewolking. En daardoor kan er weinig uitstraling plaatsvinden in de nachten. De kans op vorst is daarmee ook dus klein. Kijken we een weekje verder, dan zien we dat dat zachte weer gewoon blijft aanhouden. Die, die drukgebieden liggen echt wel vastgeroest op hun plek. Nog steeds houdt die zuidwestelijke stroming aan met onze temperaturen zo 1 tot 3 graden boven gemiddeld. In het oosten van Europa zelfs 3 tot 6 graden boven gemiddeld. En daarmee is in grote delen van Europa dus echt wel zacht lenteweer. Bij ons worden wel nog steeds die lage drukgebieden aangevoerd. We zijn echt wel de hotspot wat betreft de regen. 10 tot 30 mm, meer dan gemiddeld in de tweede week van april. Dan zou je de paraplu dus ook nog steeds nodig moeten hebben. Droger weer is het in het zuiden van Europa, opnieuw aan de zuidelijke costa's. Daar is het echt wel mooi lenteweer. Soms zelfs wel zomersweer te noemen, wanneer de temperatuur soms stijgt richting 25 graden. Kijken we nog een weekje verder, dan zien we toch langzaamaan wel een verschuiving in die luchtdrukpatronen. Hoge druk probeert iets meer zijn vleugels uit te spreiden, ook over onze omgeving. We zien niet meer die blauwe kleuren van de negatieve afwijking. En dat zou kunnen duiden op een iets stabieler weertype. Het lijkt er daarbij ook op dat het wat te zacht blijft voor de tijd van het jaar. Kijken we nog een weekje verder naar 22 tot 29 april. Maar de afwijking wordt wel iets minder overtuigend. En om het nog even iets meer te duiden, heb ik daarvoor ook nog de weerregimes erbij gepakt. Daar zien we inderdaad in de eerste week dat we te maken hebben met een NHO-plus scenario, waarbij lage drukgebieden over de Atlantische Oceaan richting Nederland trekken met de daarbij behorende wisselvalligheid. Maar hoe verder we in april gaan, hoe meer die blauwe curve verdwijnt en hoe meer we die rode kleur zien verschijnen. Het signaal van een geblokkeerd patroon. En dan is het dus nog even spannend waar die hoge druk zich gaat nestelen. Net zoals die zich iets meer boven Groenland, dan zou het zomaar kunnen dat we te maken krijgen met aflandige winden uit het oosten. Als er dan nog koude lucht aanwezig is, kan dat wat kouder weer gaan opleveren. Mocht die kern van hoge druk wat meer boven het vasteland van Europa gaan liggen, dan zou het zomaar kunnen dat we met zuidenwinden te maken krijgen en dan dus wel met wat hogere temperaturen. Wat in ieder geval wel zeker lijkt, of de kans in ieder geval groter op, dat we met een wat droge weertype te maken gaan krijgen. Meer hoge druk betekent minder neerslag. En dat zou toch wel een ander weerbeeld gaan opleveren dan in de eerste weken van april. Wat in ieder geval wel zeker is, is dat het de komende tijd te zacht is voor de tijd van het jaar. Vaak temperaturen van 1 tot 3 graden boven gemiddeld. Soms zelfs een uitschieter zou me niet verbazen als we in de eerste twee weken van april de eerste lokale 20 graden gaan noteren. Het is daarbij wel vrij nat. Zeker in de eerste twee weken van april trekken regelmatig regenzones of buiengebieden over. Later in april, dan lijkt het echt wel iets droger te gaan worden. Wanneer hoge druk wat meer invloed gaat uitoefenen. En dan krijgen we waarschijnlijk wel te maken met een iets stabieler weertype. Tot de volgende keer.